During the talks about gas last year, we were already introduced to the project of IOK Afvalbeheer in Merks Plus in order to produce biomethane and inject it in the distribution network for gas. 1 year later, we will look back on the project and on its first results. May I introduce Werner Pas from EBEM and Hilde van Belle, Netbedrijf Fluvius. Kom jullie maar. Pas om te beginnen moeten we misschien toch nog even schetsen wat dat project in Merks Plas precies inhoudt. Hè? Ja, in Merks Plas hebben wij een vrij grote locatie van een paar honderd hectare. Dat zijn de vroegere koloniën van weldadigheid, waar dus landlopers werden in opgevangen. Op een zeker moment is de wet op landloperij afgeschaft en is men naar een herbestemming gaan zoeken. Er is een gevangenis gebouwd, in een later stadium een centrum voor illegalen. En er bleven ook een 16, 17 historische gebouwen over. Die werden aangekocht door de gemeente Merks Plas. Historische gebouwen, dan moet je denken aan een kapel, de boerderij, varkens- en paardenstallen waar die landlopers werkten. De gemeente Merks Plas heeft toen beslist om daar al een warmtenet aan te leggen en die gebouwen te gaan restaureren. Dus dat zit in een definitieve fase, dat is bijna gebeurd. Maar dat warmtenet wordt voorlopig gevoed door middel van aardgas. Na een brainstorm tussen enerzijds de gemeente Merks Plas, IOK en Vito, IOK Afvalbeheer, werd eerst aan de piste gedacht om dat hele project daar ter plaatse, zowel gevangeniscentrum illegaal als de historische gebouwen, te gaan voeden met biogas. Maar dan moest er een directe leiding komen van een 4-5 kilometer lang. En dat project bleek onder meer omdat je woonkernen moet kruisen, financieel niet haalbaar. Omdat er nieuwe infrastructuur nodig was. Inderdaad. En dan is vanuit IOK Afvalbeheer de gedachte gekomen van waarom gaan we het niet proberen met biomethaan? Dus zij hadden het plan om een nieuwe vergister te bouwen. Dat is ondertussen ook gebeurd. Die draait op afval, GFT-afval, groente, fruit en tuinafval. En 25% daarvan wordt omgezet in biomethaan, wordt volledig door EBEM aangekocht. En de bedoeling was om de ganse site daar te gaan voorzien voor warmte. Klein probleem is dat de gevangenis al daar een masterplan is. En dat daar gedurende de volgende 12 jaar renovaties dienen te gebeuren. Dus dat was een probleem. Hebben we gekozen, we gaan het warmtenet bouwen voor het centrum illegale, voor de 17 historische gebouwen. De WKK een klein beetje kleiner maken. En zo dus die gebouwen eigenlijk verwarmen. Productie elektriciteit, die is dan weer wel bestemd voor de gevangenis, want dat is de grootste afnemer. En daar heb je in België nu eenmaal het probleem, als je perceel overschrijdend moet werken, dat dat niet is toegelaten. Dus zo is het project een klein beetje rond. Het enige probleem dat we nu nog hebben, is dat ik graag had aangekondigd van het draait al, want dat was voorzien in 2019. Dat is jammer genoeg nog niet het geval en daar is een simpele reden voor. In Vlaanderen of in België moet je werken met verschillende federale partijen. In dit geval het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je hebt te maken met rigidere gebouwen. Je hebt te maken met Erfgoed Vlaanderen. We hebben die allemaal op één lijn gekregen. Maar nu zitten we met een regering van lopende zaken. Dus er ontbreken nog twee handtekeningen. Maar alle aanvragen zijn gebeurd en we zijn klaar om te starten. Uzelf, u bent van EBEM. Wat is jullie rol in het hele project? Dat is eigenlijk drieërlei. In eerste instantie zijn wij investeerder, omdat wij de WKK gaan plaatsen. Wij zorgen ook voor de nodige infrastructuurwerken en de aanleg van het warmtenet naar centrum illegaal. Maar in de tweede plaats zijn wij energieleverancier, een klein beetje een unieke in België. In die zin dat wij 100% eigendom zijn van de gemeente Merks Plas. De voltallige gemeenteraad vormt de raad van bestuur. Dat is oppositie en meerderheid. Maar EBEM is een BVBA. We zijn geen autonoom gemeentebedrijf. Dus toch wel vrij uniek eigenlijk in België. En als energieleverancier zorgen we daar voor de totale cyclus eigenlijk. Hè. Zowel de afname als de injectie. De aankoop van het gas van IOK, dat dan geleverd wordt aan de WKK daar, maar ook aan een aantal andere partijen, waaronder het gemeentehuis, de burelen van IOK daar ter plaatse.
En we zorgen ook dat het evenwicht goed zit, zowel op het elektriciteitsnet als op het shippingnet van aardgas. En als laatste zorgen wij uiteraard voor de administratie. Hè. Dus wij zorgen voor alle contracten en de facturatie naar de uiteindelijke klanten toe. Zo'n project dat kan u niet realiseren zonder de medewerking van de netbeheerder. En daarom, mevrouw Van Bellen, bent u hier. Het was de eerste keer in Vlaanderen, in België zelfs, dat er biomethaan rechtstreeks in het aardgasnet werd geïnjecteerd. Voor jullie een eerste ervaring, wat waren de uitdagingen in dat project? Er waren zeer diverse uitdagingen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor ons was de gaskwaliteit. Tot voorheen kwam het gasnet ons net binnen via het fluxiesnet. Dat zorgde fluxies voor de controle van de kwaliteit. Nu kwam het gas rechtstreeks in het distributienet, dus moest de distributienetbeheerder zorgen voor de kwaliteitscontrole. Belangrijk is dat de kwaliteit van het biomethaan dat dat compatibel is met het aardgas in ons net. Zowel voor de eindgebruikers als voor de facturatie is dit zeer belangrijk. Dus daarom is er dan ook een specificatie opgesteld bij Synergiet aan welke voorwaarden dat biomethaan moet voldoen. Rekening houden met alle elementen die kunnen voorkomen in het biogas. Eens dat we wisten wat er allemaal moet gecontroleerd worden, was dan de manier waarop we het zouden doen. Dus een aantal essentiële bestanddelen van het biomethaan worden online en continu gemeten. Een aantal andere elementen die worden maar periodiek gemeten. Dat zijn eerder de sporenelementen of de trace components, zoals ze dat noemen. Naast die kwaliteit was ook voor ons nieuw is heel de technische installatie daar rond. Onder andere ook die chromatograaf die dan die kwaliteit meet, maar ook daar de alarmdrempels die daarop moesten geplaatst worden. De cabine moest ook een terugslagklep hebben die zorgt als de kwaliteit van het gas niet voldoende is, dat het gas terugkeert naar de zuiveringsinstallatie. En bovendien dan ook nog de odorisatie die daarbij komt kijken. Het aardgas op ons net is geodoriseerd, dus ook dat biomethaan moest geodoriseerd worden. En dat zijn dan toch ook specifieke installaties die wij moesten bekijken hoe we dat zouden oplossen. Hoeveel voorbereidend werk heeft dat eigenlijk gevergd, dat traject? Goh, ik denk dat we daar de eerste vragen bij ons van biomethaan zijn gekomen van eind 2016. En eigenlijk 2 jaar later was het operationeel, dus dat is heel het voortraject rond, niet alleen bij ons, maar ook bij IOK zelf, rond het studiewerk, rond de technische oplossingen, de netinvesteringen, dus er komt wel wat bij kijken. Vorig jaar is het effectief opgestart, we zijn nu 1 jaar later. Wat heeft u eruit geleerd? Wij hebben vooral geleerd wat leergeld betaald en gekeken over de grenzen. Hè. We hebben heel veel soorten. We kijken naar Frankrijk, we hebben daar straks een verhaal gehoord. Nederland heeft ook oplossingen, die zijn ook een beetje anders. En wij hebben eigenlijk vooral bij de buren gekeken, inspiratie opgedaan en dan een analyse gemaakt welke installatie dat er best voor Vlaanderen geschikt was. Maar uiteraard leren wij ook alarminstellingen die niet goed staan enzovoort. Dus stap voor stap gaan we vooruit. Zelfde vraag voor u, meneer Pas. Wat hebben jullie er als leverancier dan uitgeleerd? Ja, wat ik vooral onthouden heb, is dat waar een wil is, is een weg en een wet. De samenwerking tussen de verschillende partijen bij het oprichten van het Groen Gasregister vond ik eigenlijk ongelooflijk fijn om samen te werken, zowel met Fluxys, Fluvius, maar dat gaat gas.be, Vlaco, IOK, die zijn er allemaal bij betrokken. Dat is ongelooflijk soepel gegaan. Waar we nu een beetje op wachten is op een lange termijnvisie vanuit de overheid eigenlijk. Zowel op vlak van transparantie naar de certificaten toe. Hoe gaan we dat aanpakken? Gaat dat een puur Vlaams, Belgisch of Europees gebeuren worden? En ook op vlak van de installaties, hè, dus kwestie van koppeling van de productie naar de afname. Hoe kan dat best geregeld worden? U heeft verteld over het project De Koloniën. Ziet u nog verder potentieel om daar in Merksplas mee aan de slag te gaan? In Merksplas zeker ook. Wij zitten daar met een vrij groot bedrijf, een aantal van glastuinbouw. Dus daar zijn zeker mogelijkheden. Maar voor EBEM hoeft het absoluut niet in Merksplas op te houden. Ik denk dat er tal van bedrijven te vinden zijn waar er een vrij grote warmtevraag is, maar ook een vrij groot elektriciteitspotentieel. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen. Dat zijn zeker mogelijkheden om met een kwalitatieve WKK en dan met biogas of biomethaan die zaken draaien en te houden. En dan iets verder in de toekomst, de diepe geothermie in de Kempen, waar veel sprake van is.
Dat heeft een vrij lang doorlooptraject. En in afwachting van de realisatie van heel dat project, denk ik dat er ook mogelijkheden zijn om opnieuw met een kwalitatieve WKK die zaken lucratief uit te voeren. We spreken hier over groen gas dat in het gewone aardgasnet zit. Ziet u ook mogelijkheden op termijn dat de consument dat voor zijn cv-installatie gaat gebruiken? Ik hoorde vanmorgen in een van de panels ook opmerken van ja, op een bepaald moment zouden we toch ook wel de stem van de consument kunnen gebruiken. Dat kan een driver zijn om dat groene gas ingang te laten vinden. Ja, zoals de situatie nu zit, is dat vrij moeilijk. Enerzijds is de productie van IOK's ingedekt. Oké, daar is uitbreiding mogelijk en we zijn met andere projecten bezig. Maar als ik kijk naar de specifieke prijs die moet betaald worden op dit moment voor dat biomethaan, bij dit project ligt dat in de orde grootte van zeker het dubbele van de huidige aardgasprijs. Dat is voor een consument niet echt interessant. Dan moet er op vlak van regelgeving een en ander gebeuren, op vlak van subsidiering of van steun een en ander gaan gebeuren. Worden of er moeten meer subsidies komen? Het is één van beiden eigenlijk, of allebei misschien, de combinatie van de twee. Maar op dit moment zie ik eigenlijk vooral mogelijkheden met kwalitatieve WKK's en eventueel uit marketingoogpunt, dus voor grotere bedrijven zou dat wel kunnen. Als die zeggen van wij willen helemaal vergroenen, dan kan dat wel. Mevrouw Van Bellen, hoe ziet u de toekomst voor de injectie van biomethaan in Vlaanderen? Ik denk dat we vandaag van alles gehoord hebben, onder andere over al het potentieel dat er is in ons Vlaanderen en in België. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we van start gegaan zijn. We hebben een pilootproject, iedereen weet een beetje hoe en wat. En dat we nu eigenlijk klaar zijn voor andere projecten die ervaring uit te breiden. Want hoe meer situaties dat je hebt, hoe meer speciale situaties dat je tegenkomt. Maar eigenlijk zijn we er klaar voor om dat biomethaan te verwelkomen op ons net. Merksplas was een pionier in Vlaanderen. Er komen straks in 2020 wat projecten bij, ook in Wallonië. Merkt u bij lokale overheden dat daar nu al meer interesse is of dat er vragen komen naar jullie toe? Wij merken dat er veel vragen komen, niet alleen van lokale overheden, maar ook van bepaalde bedrijven of groenafvalbedrijven. Die aanvragen komen, maar meestal zijn dat verkennende gesprekken, want een keer dat ze tot de praktijkuitwerking willen overgaan, komt er toch wel veel meer bij kijken dan op eerste zicht blijkt. Zit er effectief nog iets in de pipeline voor Vlaanderen? Er is nog één project in de pipeline momenteel. Ja. Ja. In welke mate is de regelgeving nu al helemaal afgestemd op die injectie van biomethaan? De regelgeving voor de gasnetten zelf heb je vooral, de biomethaan is compatibel met het aardgas, dus voor de distributienetbeheerder zijn die zaken gelijklopend. Maar alles wat dat te maken heeft met de contractuele zaken, de technisch reglement bevat bepaalde elementen, maar daar kunnen zeker nog stappen vooruit gezet worden. Nee, pas laatste vraagje voor u. Wat is uw advies aan andere gemeenten of overheden die daarin willen gaan debuteren, die zo'n project willen opzetten? Zou ik zeker onderzoeken als ik gemeente was. Ik denk dat er tal van gemeenten zijn waar er mogelijkheden zijn op vlak van een warmtevraag die gekoppeld wordt aan een elektriciteitsvraag. En wat meer is, ik denk dat je kan als gemeente zelf gaan bepalen, ga ik investeren in het eigen project, wat Merksplas gedaan heeft in dat voorlopige warmtenet bij de historische gebouwen. Maar je kan ook perfect met andere partijen in zee gaan. En wat ik zelf persoonlijk niet onbelangrijk vind, zijn burgerparticipaties, die in dergelijke projecten zeer interessant kunnen zijn. Dus ik zou toch zeggen dat dat een bepaalde toekomst zeker is. Werner Pas en Hilde van Bellen, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.